Yo, wat dan mensen, voordat de video begint is dit de giveaway winnaar natuurlijk van de Minty Pickaxe. Dus van harte gefeliciteerd. Maar wees niet getreurd jongens, want ik heb al gelijk weer super zieke giveaway gefixt voor jullie kijkers. Ik geef namelijk 5 super awesome glow skins weg. Dus wil je deze skin winnen? Het enige wat je moet doen is abonneren op mijn kanaal en Nexulus Shop. Volgen op Instagram, zijn link zal ook in de beschrijving staan. Want hij geeft natuurlijk deze mooie skin weg. Je moet natuurlijk deze video hebben geliked. En als je die stappen hebt gevolgd, dan moet je zeggen ik heb de stappen gevolgd in de reacties. En dan maak jij kans op één van de 5 glow skins. Yo, what up bro? Oké, nu ga ik vallen. Shit, oh nee. No scope, let op. Hij denkt helemaal ik ben dood. Psych, bitch. Oh shit. Yo, de mensen, super dat jullie kijken naar deze gloedie video op mijn kanaal Games 3, jongens. En vandaag heb ik echt de geweldigste video ooit van mij voor jullie. Ik maak geen grapje. Dit is echt te sick voor woorden. Holy shit. Ik zweer, jullie gaan het allemaal zien in deze video, jongens. Maar ik heb een super vette glitch ontdekt in Fortnite. Waardoor je geen falling damage kan krijgen in de game. Dus ik ben natuurlijk super hoog in de lucht gaan bouwen. En ik zweer het je, het potje. Geweldig, ouwe. Jullie gaan het allemaal zien in deze video. Natuurlijk vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want 40%, meer dan 40% is nog niet geabonneerd op mijn kanaal. Die wel mijn video's kijkt. Dus het zou super dope zijn natuurlijk. Als je natuurlijk abonneert op mij, want zo helpen we elkaar. Want het is gratis en ik groei natuurlijk lekker daardoor. Dus dat zou super dope zijn. Sowieso dik en zo voor de support naar alle mensen die geabonneerd zijn. Laat even weten in de reacties natuurlijk of jij geabonneerd bent natuurlijk. De mensen die dit achterlaten geven natuurlijk een hartje. Dus super dope. Vergeet natuurlijk deze video niet te liken als je er zin in hebt. Want echt, dit is geweldig. Jullie gaan het allemaal zien. Laten we maar zo snel mogelijk in de game duiken. Want ja, het is echt geweldig. Let's go. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En ik ga lekker naar mijn chille plek natuurlijk landen. Waar altijd superveel mensen farmen is. Dus ja, dit is gewoon de plek om de chillste natuurlijk een skybase te gaan maken. Dus we gaan gewoon lekker landen. Kijken of we... ja, misschien landt er wel iemand bij me. Want dit is best wel een gewilde plek om te landen, of course. En ik zie al een paar mensen om mij heen. Maar volgens mij gaan die allemaal naar Slurpy Swamp toe. Oké. Hey, alleen maar chill natuurlijk. Maar jongens, ik ga denk ik gewoon eerst even wat mats farmen en wapens vinden. En daarna zou ik even de glitch laten zien. Want deze glitch kan je natuurlijk jij ook uitvoeren. En het is super makkelijk. En ik denk dat het vooral grappig is in een squad of met duo's. Gewoon met mensen erbij natuurlijk. En ik ga het gewoon lekker even solo doen. Oeh, ik zie hier nice een mooie blauwe pump liggen, jongen. Kijk eens aan. Dankjewel. We hebben in ieder geval een wapen in onze mooie inventory. Dat is super chill natuurlijk. Volgens mij is er echt niemand naast mij geland. Dus dat is wel fijn. Dan kan ik lekker gewoon mijn gangetje hier gaan. Want we moeten gewoon insane veel hakken natuurlijk. Dat is wel echt even wat we moeten doen nu. Dus ik denk dat ik jullie zo meteen zie als ik gewoon lekker veel mats heb. Want ja, al dit hakgedoe, dat ja, is niet heel erg interessant, zou ik maar zeggen. Dus ja, laten we gewoon lekker de boel hakken. Dan zie ik jullie zo weer. Alright, ik heb in ieder geval full hout nu. Dat is super chill. Dus ik heb niks meer nodig qua hout. Maar natuurlijk, andere mensen is natuurlijk wel handig om mee te nemen. En ik wil het liefst ook nog iets van een sniper hebben en HP erbij. Want ik moet bijvoorbeeld een... Dankjewel. De bandage gun is bijvoorbeeld teruggekomen. Ook even zien voor wat voor een ding ga ik die... Ik doe dat gewoon denk ik zo of niet. Wat is handig? Dan kan ik die bandages beter gewoon droppen zo. Alright, hebben we in ieder geval een bandage gun mee op zak. Dat is super fijn. Oké, ik wil dat eigenlijk... Oh ja, die neemt natuurlijk een slot in. Oké, dit is best wel irritant meenemen, die bandage gun. Want ik heb mijn shotgun altijd... Oh my god, dit kan denk ik niet. Ik kan hem niet meenemen. Ik moet mijn shotgun en pistol altijd op deze slot hebben. Oké, fuck die bandage gun dan. Ja, dan moeten we die maar gewoon achterlaten. Ik moet in ieder geval iets van heals hebben. Waardoor ik zeg maar een beetje, ja, boven kan chillen, zou ik maar zeggen. Ik denk dat ik zo meteen ook even ga vissen. Ik ben ook natuurlijk wel een beetje op zoek naar shield. Trouwens, ik ben van plan om ongeveer de tweede à derde cirkel pas omhoog te gaan bouwen. Maar ik laat zometeen alvast zien hoe de glitch zeg maar werkt. Want het is echt heel simpel. Dus iedereen kan het natuurlijk zeker nadoen. Het is alleen meer van, ja, als ik zeg maar de endgame ook in de lucht wil blijven, moet ik wel veel mats hebben. Want ik ben in mijn eentje natuurlijk. Dus ik moet gewoon zoveel mogelijk mats farmen nu. En dan, ja, iets later weggaan dan de safe zone nu is. Want ik kan nu al wel gaan bouwen. Maar ja, je hebt er zeg maar niet zo heel veel aan. Het chill is aan deze glitch, ik kan wel misschien met, hoe zeg je dat? Hoe ga ik dit uitleggen? Ik kan zeg maar als ik mats nodig heb bijvoorbeeld wel naar beneden vallen. Want je krijgt dus gewoon nul fall damage door deze glitch. Ik zal het wel even laten zien, want ik kan hier wel gewoon even heel simpel demonstreren. Het enige wat je nodig hebt is een bush. En je ziet hier natuurlijk een bosje. En je moet er doorheen lopen en dan bouwen. Kijk, ik laat het even zien. Lopen, lopen, lopen en je bouwt. Je gaat zo omhoog, kijk, super hoog. En je moet niet springen. Je moet gewoon nul je spatiebalk aanraken of wat dan ook. En kijk, we zitten nu echt op een hoogte. Als je nu zou vallen op de grond, dan ben je dood. En let op, ik spring niet. Ik val. Bam. En je leeft nog. Je krijgt gewoon nul fall damage. En dit maakt niet uit hoe hoog je ook bent. Het is gewoon letterlijk oneindig gewoon. Dus dit is fucking ziek.
En dit is dus de glitch die we gaan doen. We kunnen dan vet hoog gaan zitten. En we hebben gewoon geen stress om dood te gaan. Ik hak wel even deze mooie ding weg. Want ja, ik weet niet of je per se er alleen doorheen moet lopen. En dat je niet zeg maar... ja, ik weet niet of je per se moet bouwen en lopen. Of dat je gewoon al iets kan plaatsen en dan gewoon zo kan lopen. I don't know. En ik wil gewoon het zeker voor het onzekere zijn. Dus ik ga lekker gewoon bouwend er doorheen lopen, zou ik maar zeggen. Dus dat is de glitch. Het is echt super raar dat het erin zit. Het is eigenlijk ook best wel overpowered, als ik eerlijk moet zijn. Vooral als je zeg maar een guy bent die echt voor de win uit is. Is dit wel echt een manier om super makkelijke endgames te komen. Maar ja, het zit in de game. Het werkt bij elk bosje natuurlijk. Het moet wel zo'n groot bosje zijn. Want als je zeg maar valt vanaf hoogte... en je komt op dat bosje terecht, dan zou je eventueel ook geen fall damage krijgen. Vandaar dat dit dus een soort van glitch is met het bosje. Dus het is super apart. En ja, het is gewoon geweldig, man. Dus we gaan het uittesten. Ik wacht nog heel even tot het safe zone wat kleiner is. Want het is nu nog veel te vroeg om te gaan bouwen. Dus ik moet ook even veel mats hebben. Ik denk dat ik wel even gewoon sowieso full steen of iets moet hebben nog. Enige ding is wel, als je per ongeluk springt... terwijl je in de... oh, nice, kijk, sniper. In de lucht zit, ben je fucked. Want je kan op een of andere manier, als je hebt gesprongen... en je valt dan te pletten op de grond, dan ben je ook echt dood. Ik word geschoten. Er zit volgens mij een guy hier in de buurt. Oké, misschien kan ik wel iemand gaan killen op zich. Maar ik heb geen shield, dat is meer het ding. Oké, waar de fuck kwamen die schoten vandaan? Sowieso dat iemand zat te schieten op mij. Ah, oké, alright, alright. Oké, ik ga zo meteen een beetje op zoek naar shields. Want ik heb gewoon nul shields gevonden in die fucking spawn, ouwe. Besef, één keer. En ik zie daar dat er wel wat mensen zijn gaan fighten. Ik kan nu op zich nog wel een beetje even een fight op gaan zoeken. Want ik heb gewoon geen... want ik kan nu nog niet echt bouwen in de lucht. Het heeft nu nog niet zoveel zin. Oké, ik moet sowieso even meer steen hebben, man. Want ik heb echt weinig eigenlijk. Alright, even wat van die mushrooms innemen. Zodat we natuurlijk iets van shields hebben. We hebben nu lekker 20 shield erbij. Dat is ook super fijn. Dank u wel, spel. Ik ben echt benieuwd of het werkt. Zeg maar in de zin van dat we de game kunnen winnen. Want dat was natuurlijk in de vorige... Skybase video is het me niet gelukt. En ik hoop dat het misschien door deze glitch het wel mogelijk is. Want bro, je kan zo makkelijk een Skybase maken nu. En je kan gewoon niet dood. Je kan gewoon niet dood. Want je krijgt gewoon geen fall damage. Besef hoe chill het is, man. Het is echt geweldig, ouwe. Ik heb het net natuurlijk gedemonstreerd. Maar het werkt ook gewoon als je naar beneden geschoten wordt. Het is gewoon helemaal safe. En het ding was wel... ik was vandaag achter die glitch gekomen. En ik wist niet hoe lang die er al in zat, trouwens. En letterlijk, ze hebben vandaag... de game geüpdate. En de glitch zit er nog steeds in. Ze hebben gewoon niet eens naar die glitch omgekeken of wat dan ook. Want het zit er nog steeds in. Dus best apart van Fortnite. Ik had het persoonlijk uitgehaald met een update. Maar goed, ja, hey. Het zit er nog in. Leuk voor ons. Kunnen we lekker deze video opnemen. En ik denk dat deze video komt ook dezelfde dag online. Dus de glitch zal er nog steeds in zitten. Dus ik zou zeggen, check hem gewoon zelf met je vrienden uit of wat dan ook. Het is echt geweldig om te doen, ouwe. Het ding is zeg maar meer als je dus omhoog wil bouwen... kan je bijvoorbeeld niet je ramp editen dat je zeg maar de hele tijd zo loopt. Of wel, wacht, zou ik het eens proberen? Wacht, ik ga het gewoon proberen. Oké, zeg maar dit. Zo, je doet je ramp. Oh, dat werkt wel. Dat werkt juist. Ah, nice. Maar niet uit, jongens. Ik loop te liegen. Dat werkt gewoon. What the fuck? Want je kan namelijk niet springen. Dus je mag dus ook echt niet springen. Want als je dat doet, dan ben je gewoon fucked. Als je dan naar beneden flikkert, you're dead, zou ik maar zeggen. Dus ik zat even te denken hoe we het zeg maar op het minst matchgebruikende manier omhoog konden gaan bouwen. En ik denk dat het gewoon met die tactiek gewoon werkt. Dus dat is super chill. Ik kan op zich denk ik in de bossen wel omhoog bouwen, man. Dan ga ik gewoon een stukje... bos pakken, zeg maar bijvoorbeeld hier of zo. Wat dan net niet meer safe zit. Waardoor mijn ramp hopelijk wat minder opvalt. Dus ik denk dat we dat wel kunnen doen nu. Alleen, ja, ik heb niet insane veel mats. Maar ik kan het wel gewoon proberen. Fuck it. We gaan het gewoon doen, jongens. Oké, ik heb een bosje nodig. I need a bush. Even zien. Oh, bosje. Kijk eens. Perfect, man. Alright. We are taking the bush, oké. Dan ga ik wel even een ramp zo doen. En dan uiteindelijk ga ik die shit editen. Ja, oké. I got the tactic, bro. Oké, we krijgen dus geen fall damage. Dat is super chill. Ik zie ook niet echt mensen hier. Oké, we gaan het proberen. Oké, ik mag dus niet springen. Nu mag ik niet meer springen, dus dit wordt even een ding. Oké, er zit wel een boom in de weg. Oké, moet ik even zien. Hoe gaan we dit doen? Gewoon lopen. Oh nee, je mag ook niet bukken. Shit, je mag ook niet bukken. Je mag ook niet bukken, jongens. Ik was dat helemaal vergeten te vertellen. Oh my god, je moet gewoon rechtop blijven staan. Anders werkt het niet. Op een of andere manier, het is zo raar. Het slaat nergens op. Maar die twee dingen mag je gewoon niet doen. Alright, oké, we moeten het weer doen. Even deze weghakken. Oké, nice, let's go. Oké, alright. We gaan het gewoon weer proberen. Fuck it. Dat was, ja, ik doe dit ook namelijk amper. Dus, ja, oké. Okay. Even zien, zo. Zo, zo. Oké, dan wachten we hier even. Doe ik even een plateau. En dan ga ik mijn ramp zo editen. Zo, let's go. Alright, kijk, nu hoeven we gewoon niet te jumpen of te bukken of wat dan ook. En kunnen we gewoon easy omhoog lopen. We hebben geen fall damage, dus ik ben ook gewoon lekker relaxed dit aan het doen. Gewoon geen stress.
Het enige kut is, ja, ik weet niet of we genoeg met hebben voor dit hele potje om in de lucht te blijven. En anders moeten we gewoon naar beneden vallen en gewoon iemand killen of wat dan ook. Of zeg maar weer opnieuw gaan hakken. Dus ja, dat is gewoon de tactic die we moeten volgen. Oké, ik hou mijn hand ook echt letterlijk weg van de spatiebalk. Want ja, ik durf het gewoon niet in te klikken. Want al gaat het per ongeluk, ben ik echt gewoon de lul, zou ik maar zeggen. Oké, hoe kunnen we nog gaan? Even serieus. Yo, we kunnen echt hoog, man. Oké, ik moet echt kijken. Oh, straks sprint ik. Of, hoe heet dat? Oh my god, ik zie het echt gewoon gebeuren dat ik per ongeluk spring. Oké, let's go. Oké, dan doen we nu even X. En dan maken we even een plateau. Alright. Yo, ik ben echt bang dat ik het indruk. Oké, we zitten al fucking hoog. Dus dat is super relaxed. Maar we moeten zometeen nog iets hoger gaan. Alright, this is fucking chill. Oké, ik blijf heel even hier zitten. Oké, ik moet gewoon niks. Oké, kan ik die spatiebalk er niet afhalen of zo? Shit, man. Ik zit. Oh my god. Oké, we worden naar beneden geschoten volgens mij. Oh my god. Iemand heeft ons door. Iemand heeft ons door. Oh shit, we vallen. Let op. Geen fall damage, geen fall damage. Oh shit, ouwe. What the fuck? Deze glitch werkt fucking goed, ouwe. Oh, het is wel kut dat hij onze fucking skybase heeft gefucking bonjourd. Maar oké, je ziet het, man. Het werkt dus echt, hè. Oh my god, ouwe. Alright, ik moet gewoon door een bosje lopen. Dat is het enige. Je hebt als enige gewoon een bosje nodig. Voor de rest maakt het niks uit. Alleen, je mag natuurlijk niet springen of bukken. Oké, ja, ik moet het maar met deze mensen doen. Fuck it, jongens. Fuck it. Op zich, net zaten we ook gewoon vet hoog. Het klote is gewoon dat mensen het natuurlijk naar beneden gaan schieten. Dat is wel kut. Laat me gewoon lekker omhoog bouwen. Want ja, ik heb toch geen fall damage. Dus ja, je ziet mij niet stressen als ik naar beneden word geschoten. Het enige kut is, ik zou wel even in de skybase willen blijven zitten. Oké, fuck it. We gaan het hier proberen. Oké, ik denk dat ik wel een boom weg moet hakken, maar dat geeft niet. Oké, we lopen weer door dit bosje. Let's go. We gaan het gewoon weer proberen. Let's go. Huppakee. Okay, even deze boom hakken. Niet bukken. Gewoon staan. Ik hoop niet dat ik nu gesnijd word, want ja, dan ben je gewoon de lul. Oké, zo. 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 En dan gaan we even hier afslaan. Huppakee. En zo. Oké, ik denk dat we hier gewoon een plateau maken. Zo. En dan weer de rem gaan editen. Even zien. Zo. Nice. Let's go. Alsjeblieft, let niet op mij. Let niet op mij. Skip mij gewoon. Ik heb ook gewoon 0 kills, hè. Fuck it. I need to kill. Oké, wacht. Even zien. Oh, zo. Oké. We moeten even zo doen. Oké, ik moet het op deze manier doen, jongens. Niet bukken. Gewoon stil. Oké, nice. Ik moet veel hoger zitten. Oh my god. Maar ik moet zo meteen. Oh, shit. Het is gewoon kut dat daar een berg zit, man. Waardoor dit heel erg opvalt. Oh my god, we zitten echt tyfus hoog. Hier, daar is een hele build fight gaande. Alright. Oké. We zitten bijna safe, boys. Oké, als ik net in de season zit, hoop ik dat we iets omhoog kunnen gaan bouwen. Ik heb nog best wel wat mats over. Oké, we zitten hier safe. Oké, nice. Ik ga hier weer omhoog bouwen. Fuck it. Alright. Ik ga gewoon iemand proberen te snipen zometeen. Dat lijkt me echt geweldig. Oké, we zitten net voor de safe zone. Oh shit, ik dacht even dat ik niet meer kon bouwen. Oké, ons hout is letterlijk helemaal op. Dat is wel kut. Oké, ik kan nog steeds bouwen. Je weet maar nooit, straks val ik opeens dood. Of ik kan niet doodvallen. Maar je snapt wat ik bedoel, val ik naar beneden. Omdat ik natuurlijk de max height heb bereikt. Oké, we kunnen echt fucking hoog. Holy shit, ouwe, we zitten tering hoog, gek. Het is zo raar dat je gewoon niet op je spatiebalk mag klikken. Holy shit, dat is echt gewoon niet Oh nice, we zitten op max height. Oké, nice, lekker. Ga ik deze even nog editen, zo. Oké, deze even steviger, je weet maar nooit. Oké, die weer terug. Nice, let's go. Kan ik hier plateau plaatsen of dat ook niet? Nee, oké, ik moet echt hier blijven. Oké, weten we dat ook weer. Oké, niet bukken, niet springen. Hoe gaan we hier opkomen dan? Even zien. Als ik dit edit. Oké. Zo, alright. Oké, ja, ik kon daar niet op springen, want anders was ik dood geweest. Oké, wat ik probeer is zeg maar iemand te snipen. Dat lijkt me echt geweldig, als ik een kill kan maken van zo hoog. Ik zie daar iemand die wel iets heeft gebouwd. Ik zie alleen niet echt iemand lopen. 1, 2, 3. Oké, ik moet echt. Mijn mind zit echt gewoon van, ik wil gewoon bukken, springen, alles doen, weet je wel. Maar het mag niet. Oh shit, ik zie daar iemand. Ja, hij zit daar binnen, man. Oké, we moeten zo meteen gaan lopen. Wat meer die kant op. Oké, let's go. Okay, ik wacht nog heel even totdat de safe zone lekker hier chill op mijn base zit. Waardoor ik minder opval natuurlijk. Oh my god, er zit daar een guy beneden. 100%. Oh, die build fights zijn allemaal zo hoog. Oké, nice. Let's go. Ik ga gewoon eerst deze kant op. Waardoor ik best wel dicht bij de safe zone zit. Oh my god, we zitten echt fucking hoog, ouwe. Oké, de Caesar komt nu hierin, oké. Alright, we got this. Waar is de Caesar? Nou, ik zie hem niet eens. Oh, hier. Oké, nice. Ai, huh? Lol, het is amper te zien, ouwe. Oké, even zien. Ja, daar zit sowieso. Ik zie daar iemand lopen heel ver weg. Ik weet niet of jullie hem zagen, maar heel ver weg. Oh my god, ouwe. Easy going. Maar ik heb gewoon. Normaal heb je altijd natuurlijk, als je deze Skybase shit probeert, altijd dikke stress van, yo, je flikkert naar beneden als iemand je ziet. Maar dat heb je totaal niet, want het boeit niet of je naar beneden geschoten wordt. Je zit natuurlijk niet meer in de lucht, dat is wel jammer, maar je kan gewoon niet dood. We moeten boven het water, oké. Ik ga iemand proberen te snipen, fuck it. Als iemand stilstaat,
Ik snijp hem echt op zijn nek. Oh, hij bouwde net. Hij bouwde net. Oh my god, het zijn de laatste twee, die guys. Hij weet het gewoon niet, hè. Oh, geweldig dit. Kijk hem zitten. Hallo, ik zit echt 10.000 meter boven je, vriend. Hey! Oké, maar het kut is, als ik hem snipe natuurlijk, dan krijg je geen damage. Dan laat ik niet zien van, yo, het maakt niks uit. Eigenlijk moet naar beneden vallen op hem en dan een shotgun in zijn nek schieten. Oh, dat is echt de tactiek, man. Oh my god. Hij moet toch weten dat ik dan in de lucht zit, of niet? Oh shit, hij sloopt alles. Kijk. Deze guy. Hij kijkt omhoog. Yo, what up, bro? Oké, nu ga ik vallen. Shit, oh nee. Noscope, let op. Hij denkt helemaal, ik ben dood. Psych, bitch. Oh shit. Oh my god. Hij had nooit verwacht dat ik dit zo... Oh my god. Hey, zullen we eens even take the L op jou, man? Waar is die dans? Hier. Oh my god. Oh my god, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik vond deze geweldig om op te nemen. We hebben gewoon maar één kill gemaakt en de game gewonnen. Zo zie je maar weer hoe makkelijk het is om met deze tactiek de game te winnen, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leerzaam eigenlijk. Ja, je kan het zelf gewoon toepassen en je ziet wat voor geniale shit eruit komt. Dus ik zou zeggen, doe het ook een keer met je vrienden. Dit is geweldig, ouwe. Bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal om natuurlijk dit soort video's niet te missen. Dat zou super dope zijn. Vergeet natuurlijk ook even niet deze video te met een duim omhoog te belonen. Dat zou super ziek zijn. En dan zeg ik, jongens, tot de volgende keer. Later, mensen.